even een andere auto gedaan. Want die andere auto staat informatie tussen. Wat niet klopte bij deze video. Bij deze. We gaan vandaag, het is maandag. Het is door de weekse dag. Het is het 14 juni 2021. En vandaag gaan we een dagje naar Papentheim toe om wat treinen te spotten. En ook even naar een verlaten autostationnetje heen te lopen, wat station Bentheim Bad heet. In deze video kun je dingen zien, namelijk omdat er in Duitsland heel slechte ticketservice is, waardoor er op de heenweg met de Keolis Eurobaan treinen slechte gewoon geen kaartje uitkomen. En dat geldt ook voor de terugweg, dat de leunen niet waren. Dus deze video zit ook een beetje zwatterijgeduld erin. Maar dat kon niet anders, niet anders. Dus het is nu niet denken dat ik een zwatterijder ben die gratis treinritjes aanbiedt. Zeker van niet. Maar gewoon ticketproblemen. Deze aflevering, waardoor deze aflevering gratis is. Dus dit is geen video om mensen zelf te denken om zwart te gaan rijden. Alvast voor de mededeling. Ik zeg heel veel kijkplezier. Lijn 11 rechtstreeks naar het Centraal Station gaan, maar door de werkzaamheden stopt hij niet bij Tiensbrug en ik moet namelijk naar de Action heen om daar FFP2 maskers te halen. Dus we gaan met lijn 13 en die stopt wel op Tiensbrug. De race kan beginnen, want de bus komt er al aan. Let's go to Tiensbrug om FFP2 maskers te kopen voor Duitsland. Zitten we in de RB61. Ik heb hem gehaald, maar wel met ticketproblemen. Ik kan namelijk, als ik een Niedersachse ticket in kies, kan ik geen Niedersachse ticket kopen. Want dan moet ik €655 betalen. En dat gaan we niet doen, want normaal kost die dingen maar €23. Dus wat maar even schatreden naar Babentheim. Want ook enkele kaartjes heb ik gezien. Eens wat wel wil is een NRW ticket. Maar ja, direct tussen Babentheim valt niet onder NRW tarief. Dus ik kan geen NRW ticket kopen. Dat is het Niedersachse. Dus dat is het probleem. En ik ben net te laat. Om de NS nog een enkele race naar Babentheim te kopen. Dus, nou, dat wordt een spannend dagje weer van vandaag. Ik heb geen conducteur of zo, dus ik kan ook geen hulp vragen om een kaartje. Want ik kon natuurlijk niet zwart rijden, want dat is in Duitsland. Kijk maar hoe duur dat is in Duitsland. Dat is €60. En dat ga ik liever niet uitgeven. Ik heb liever een Niedersachsen ticket van €23. Station van Oldenzaal. Laatste stop in Nederland. En dan gaan we. Mogen we lekker Duitsland in. Kijk, Oldenzaal. Heb ik al eens een keer trein gespot. Oh, komen we aan in Babentheim. Ja, ik ben mijn zonnebroek verloren. Ja, hij moet denk ik in mijn tas zitten, want ik heb op de trein gekeken waar ik allemaal geweest was. Ja, dan had ik dat ding nog. Nou, nu heb ik dat ding niet meer. Ik hoop niet dat er te veel controle is. Want we zijn natuurlijk in Duitsland al. Ja, volgens de ding mag je gewoon zonder coronatest in Duitsland racen voor 24 uur. Dus ik hoef ook geen registratieplicht, want ik ga voor 24 uur Duitsland weer uit. Dus en dan gaan we hier in Babentheim maar gewoon een kaartje kopen. Want ik kan niet in deze trein. Ik heb net hier in Babentheim ook een kaartautomaat geprobeerd. Ik zeg die elke keer als ik de pinpas erin druk. Abricht. Dat betekent dat die ook al kapot is. En die eerste trein voor vandaag wordt een DB Vectoron. Die heb ik zelf net in Hengelo zien rijden. Toen ik dat perron net opliep. Dus we zijn nog voordat die Vectoron aankomt. Oh, er komt nog een klassieke. Wat is dat? Zo'n klassieke Cetra bus aan van Duitsland. We rijden nog met jaren 30 bussen. Dus ik heb dit gemist. Dus we kunnen eindelijk een keer weer trainen spotten hier in Duitsland. Ik heb de statief mooi klaarstaan nu. Ik zet het statief even helemaal goed in de gaten. Dat hij niet weer omvalt, net als in Borne toen. Dus ik zet hem even een afstandje neer. Ik zet hem gewoon even hier neer. Dat weet ik zeker, want die trein die, ja, voor deze rijden hier niet zo hard als in Borne. Maar toch even voor de zekerheid. Dus dan kun je zien, dit is, komt op Eurospotting en dit komt op mijn normale kanaal. Dus het wordt vandaag een dagje trainen in Duitsland. In Babentheim, wat er rondrijdt. Want ja, want de Eurobaan doet weer incompetent met die kaartjes. Oh, hier rijdt ook wel een leuk spel rond hoor. Ja, het is alleen hetzelfde wat in Hengelo rondrijdt.
Hengelo Oost. Een bijzondere trein langs, dus ook niet toevallig op de planning. Dus die gaan we ook nog even te film leveren. Dus we blijven hier wachten tot de speciale trein voorbij is gereden. Ook met Victoron. Iets. Dus we gaan over vertrek van een Bentheimer IJzerbaantrein filmen. Gaat de trein zelfs 1746. Die wordt hier losgekoppeld en dan komt een DB Bouwrij 101 voor terug. Telefoon er ook even bij. We gaan nu zometeen een Bouwrij 101 aankoppelen op de IC richting Berlijn en dan gaan we voor jullie even filmen. Want dit zijn nou geschiedenisbeelden. En de Brouwerij 101 is een feitje, die locomotief kan 200 km per uur. Dat is lekker snel. Tada! En zo heb je een locomotief gewisseld aan de rijtuigen. Ik ga nu het bospadje van het Bentheimer Koerpark Woud. Dan gaan we naar het verlaten stationnetje heen. Dit station Bad Bentheim Bad. En ik heb trouwens ook al lunch. Ik heb hier bij een tankstationtje hier bij het station. Die hadden van die keizerbroodjes met wat is dat, vleeswaren. En ik heb een flesje koude cola. Want het wordt vandaag 26 graden. En ik heb nu even een mondkapjesvergelijking doen. Ik heb nu net een FFP2 masker aangeschaft in Hengelo bij de Action. Nou, ik vind het echt best wel beste mondkapjes die er zijn, eigenlijk. Die komt frisse lucht doorheen. Vind ik veel beter als die niet-medische mondkapjes. Dus FFP2 maskers. Ik denk dat ik die wat vaker op ga doen in mijn treintoertjes. Ook wel in Nederland wel, want ik vind het echt wel fijne maskers. Veel beter als die IKEA dingen. En dan bewaak ik de IKEA dingen natuurlijk voor mijn werk. Want ik doe dat eigenlijk illegaal met die dingen. Dingen mag ik officieel niet op hebben in mijn treintoertjes. Zo heb ik lekker die FFP2 maskers voor. Ze zijn wel heel duur. Die dingen, want die kosten 5,22 euro bij de Action. Daar heb je er maar 5 stuks van in zitten. Dus doe er heel erg voorzichtig mee. Ga ik ook doen. Ik ga ook dingen niet weggooien. Ik ga ze hergebruiken. Ik leg ze in mijn museum neer. Dus we gaan even een stukje wandelen naar het station Bad Bentheim Bad. Is niet zo heel frequent. Er is aan de spoorlijn Bad Bentheim Nothorn van de Bentheimer IJzerbaan. Maar daar ga ik je straks allemaal meer over vertellen. Dan ga ik je vertellen wat er nu, het is nu lekker rustig, geen Nederlanders gelukkig. Dus ga je mooi vertellen wat er allemaal aan de hand is. Toen ik die vlog ging maken, de vorige vlog was dat richting die Wings. Toen had ik ook niet zoveel tijd. Namelijk is dinsdag een familielid van mij overleden. En die wordt dinsdag gecremeerd. Waardoor ik voor werk vandaag een gratis dagje vrij kreeg. Dan denk je van, ja Tim, is er geen condolians of zo?
Hier, gaan we niet doen in verband met corona. En daardoor heb ik mooi even tijd, want de speeches heb ik allemaal al klaar daarvoor. Dus mooi even tijd om even een middagje Duitsland in te gaan. Om even op andere dingen te zetten. Dus daarom vandaag, dames en heren. Want ik wist ook vanaf vorige week, dinsdag toen ik dat ook hoorde nieuws, dat het kabinet het Duitsland op code geel had gezet. Eerder kon je al naar Duitsland in. Maar nu gewoon helemaal zonder coronatest. Ook in Nederland doen ze er niet moeilijk over. Dus als je zin hebt om even een Duitsland toertje te doen, kom gerust. Alleen je moet wel even één ding oppassen. Dat zeg ik even alvast. In publieke binnenruimtes moet je in Duitsland een medisch mondkapje op hebben. Dus geldt voor het station en in de treinen. Want dan krijg je echt een hele dure boete. Dus je moet echt wel een medisch mondkapje hebben. Dus daarom dat ik ook nog eerst naar de Action Investor ging om die kapjes te halen. En hou er rekening mee dat Duitsland iets andere versoepelde regels heeft dan in Nederland. Zoals in Nederland zijn er open. Maar in Duitsland dus nog niet. Dat jullie meegeven dat Duitsland nog wat dingen dicht heeft zitten. Zoals museums en zo. Dat soort dingen. Treinmuseums en zo. Nederland is net allemaal open gegaan. Dus in Duitsland zit dat allemaal nog dicht. Dus als je dan een keer naar DB Lutzel hier wil gaan in de Koblenz en zo. Moet je helaas nog eventjes wachten. Maar als ik zo zie naar de coronacijfers, ook in Duitsland ook. Allemaal code geel. Nul besmettingen. Dus ik zou hem niet zomaar zetten op de duur ook allemaal museumtreintjes gaan rijden. En dan ga ik je nog een mededeling vertellen. Ten schrijnig, ik was 12 juni jarig geweest. Dus mijn kanaal bestaat of 5 of 6 jaar. Ik wou zaterdag ook een Duitsland toertje doen. Maar dat komt er niet. Want familieproblemen. Die houden jullie niet te goed van mij. Want 10 juli is er een bijzondere trein in Nijmegen. Met de stichting CRW1 Plan U. En die gaan we filmen. Dus dan gaan we op excursie. En ik neem de trein natuurlijk met jullie mee. Dus die verjaardagscadeau krijgen jullie nog van mij te goed. Dus we zijn nu bijna bij het station. Waar we gaan filmen. Het is nog een kleine 3 minuutjes lopen nog. Ik zie het station al liggen. Het is een kleine grindbak. Maar ik wil daar toch nog even een video over maken. Ik heb die een keer eerder een video opgemaakt voor de lockdown. Maar die was niet echt gelukt. Toen had ik een oude Sony camera bij me. En die Sony camera die deed gek. Mijn Windows die kon die bestanden niet meer lezen. Dus ik had geen Windows camera meer. Maar nu heb ik een andere Sony camera. Een actiecamera. Is iets slechter kwaliteit aan geluid. Omdat het de matencamera is. Maar wel prima HD film. Ook wel redelijk goed geluid. Maar ik zie jullie als we weer bij het station zijn. Jongens, ik heb het station gevonden. Kijk, oh daar moet ik in. Haha. Ik heb het station gevonden. We gaan weer terug naar 1939. Weer terug naar de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Ik moet een hekje door. Hopla. En daar zijn we dan. Het depressiestation Bad Bentheim-Bad. Met wel met de nieuwe overweg. Dat is wel jammer. En er komt zo meteen ook een trein aan, want de trein staat op rood. Dus dat Bentheim is maar lintje. Richting Bad Bentheim en Nothorn. En dit is het station Bad Bentheim-Bad. Nog met klassiek uitstoot in de jaren 1940. Dat naar het plaatje heb gekregen is het oude stationsgebouw van dit station. En vroeger was het een request stop. In Duitsland. Het is niet zo heel klein dat station. Bentheim-Bad heet dit station. Dus het is leuk dat ze dit nog bewaard hebben. We gaan hier zeker nog even treinen spotten, want er komt straks een trein aan, als je naar die Seine mag geloven. Dus we gaan hier even zitten totdat de trein eraan komt. En dan gaan we even genieten van mijn lunch. En dan gaan we dat op dit bankje doen. Lekker in de schaduw. Echt. Echt in de middel van Noorwegen. Dus ik vind dit wel een van de mooiste stations van het hele graafschap hier. Dus en daarom zeg ik weer terug naar de jaren 30, want dit station is gesloten na de Tweede Wereldoorlog. Er reed hier geen trein meer over. Er is een documentaire op YouTube, moet je kijken. Dus, die documentaire is gezien op Van den Berg is dat. En die heeft een YouTube kanaal, ik weet zijn naam niet meer. En die heeft dan allemaal die oude filmpjes van treinen erop. En die heeft hier ook een filmpje over deze spoorlijn gemaakt.
Dus kun je zien. Nou, even wachten hier totdat de trein aankomt. En dan ga ik even zelf lekker zitten hier. Echt even genieten. Helemaal niks hier. En dan gaan we ook even een lunch foodreview doen met Tim Schreinegek. Ja, ja, dat hoort natuurlijk weer bij. Duits foodreview. Oh jee, lang meer opgelacht. Een heerlijke Duitse keizenbroodje. Lang niet meer gehad. En voor het eerst weer een Duits cola flesje. Oh, daar gaat mijn tas. En een Coca-Cola. Echte Duitse Coca-Cola. Nou, ik zeg even mijn broodje laten zien. Heb ik mijn tankstationnetje gehaald hier. Even wat smikkelen hier. Oh, yummy, yummy, yummy. Met, wat is het? Iets met vleeswaren. Iets met... Ja. Het is wel droog. Ja. Het is echt droog broodje dit. Dit is echt... Ik heb wel eens lekkere broodjes gehad in Duitsland. Dit is gewoon een droge troep. Ik denk dat dit te lang op de... In de... Ja, het is de zon, hè. Die zon is heel erg. Ik ga even hier in de schaduw. Dan kun je niet meer beter zien. Die ding... De broodje is echt... droog. Sirenes. Duitsland. Ja, dat broodje is niet te kraan in. Om het zo in Twente te noemen. Het is gewoon een beetje doorgespeeld. Dus ik denk dat ze dat... te lang door gaan gelegd. Ja, ik ben het niet gewend van Duitse broodjes. Nou, zijn Duitse broodjes echt heel goed. Ik ben echt helemaal fan van Duitsland, maar deze broodjes niet. Maar dan gaan we even wachten op de Bentheim Reisbaan. Ik heb dat broodje even weggegooid. Maar er was niet de kraan in. Ik heb alleen het vleesje heb ik erop gegeten. Het broodje geef je straks, ik gooi het niet weg. Ik geef het denk ik straks, dus hier gooi de vis even hier. Want het is koelpark ligt hier achter. Dus hier dat ik een broodje lekker aan de vissen ga geven of aan de eendjes. Zie je nog even wachten op dat Bentheimer dieseltje. En ik kan echt hier gewoon twee bankjes kiezen. Daar of daar. En ik zie ook echt helemaal niemand. Echt. Ik vind het wel leuk om een keer weer bij mijn Duitse vrienden te zijn. Want terwijl ik die aflevering Lumberg was, toen was dat nog niet. Toen mocht ik er nog niet naartoe. Maar toen die week daarop mochten we weer. 24 uur, dus we moeten sowieso 24 uur uit Duitsland zijn. Anders moet ik een coronatest doen. Maar ik heb nog goed nieuws. Ik neem zometeen een coronavaccinatie. Ik ben er wel eentje die dat wel doet. Maar ja, ik wil graag natuurlijk wel weer vaker naar buitenland in filmen voor jullie. Dus daarom laat ik mij gewoon inenten. Als het goed is ben ik zaterdag krijg ik mijn oproep. Want ik ben van 1999. Dus ik ga me zeker inenten. Kan ik meer dit soort dingen doen, dan heb ik meer rust, meer relaxed. En dat vind ik gewoon fijn. En naar buitenland gaan, dat geeft echt heel veel stress met je mee, hoor. Zoals met die medische mondkapjes ook. Je moet gauw die dingen kopen. Want echt maar, als je die dingen gewoon niet koopt, ben je gewoon nat. Betaal je gewoon 150 euro strafgeld. Wordt hier noemd, beuje. Dus ik ben blij dat ik mondkapjes heb. En ik vind ze echt helemaal niet vervelend. Ah ja. Ik wacht hier nog even op de Duitse trein. En ik ga je nog even een linkje in de beschrijving schrijven. Van de alle treinenspotgedeelte wat ik met mijn watercamera heb gefilmd. Daar heb ik iets meer dingen gefilmd. Dan wat ik hier in deze vlog doe, net als dit lintje, die straks langskomt. Die ga ik ook, op mijn derde YouTube-kanaal zelfs, op Tim's Eurosporting, Treinengek. Zit er een linkje in de beschrijving. En dan kun je die filmpjes van de treinenspotten meer zien. En dit was echt alleen maar een paar hoogtepunten. Dat ik gefilmd heb. Dus zoals de bouwrij 101, zo, die komt allemaal, de lintjes komen ook deels hierop, maar ook meer komt allemaal op de Eurosporting. Dus ik zou zeggen, kijk ook even naar mijn derde kanaal. Linkjes zet ik in de beschrijving. Dus nog eventjes wachten hier op de Bentheimer lintje. Mijn voordeel is, als ik nu de eerste rit zwart heb gerezen naar Bentheim, zit ook al een voordeel aan. We kunnen kiezen met welke trein we willen. Of we gaan met de Eurobaan, of we gaan met de Intercity naar Amsterdam Centraal. Met de DB Fernverkeer. Dus dat wordt kiezen. Dus we gaan eerst even kijken of we een kaartje kunnen scoren. En dan pas gaan we kijken met welke trein we mee kunnen. Maar dan moet eerst het loket open zijn namelijk. Dus je moet even een enkele kaartje kopen. En kijk, als het met de Eurobaan is, ja dan gaan we gewoon met de Eurobaan. Ja.
Maakt me ook niet voor jou. Dus je bent een paar minuten eerder. Maar als we met de Europaan gaan, dan gaan we niet iemand met die trein weer naar Hengelo. Dan gaan we naar Oldenzaal in. Dan gaan we in Oldenzaal gaan we overstappen op de Blauwnet Linte richting Hengelo Oost. En dan gaan we naar Hengelo Oost, want het is door de week. Dan komen we met Spitsbuslijn 8. En die gaat ook naar de Haarsele S. Dat scheelt weer wat kilometers, hoef ik niet door die kutstad heen van Hengelo. Maar ja, Hengelo schreef met gewoon een bouwput. En ik weet hoe in de spits. We hebben een beetje ervaring meer dat je echt heel lang moet wachten voordat de bus erbij is. Je echt heel veel vertraging van plus 5 plus 10 minuten heeft. Dus we gaan gewoon vandaag lekker hopelijk met fanverkeer mee. Dan gaan we wel naar Hengelo heen. En anders gaan we naar Oldenzaal. Ingestapt in de IC Berlijn. Alweer illegaal, want de kiosk zat nog steeds dicht en ik kon nog steeds geen treinkaartjes kopen. Ik heb op de telefoon geprobeerd, ik kon nergens treinkaartjes kopen. Dus ik hoop echt dat het geen controle komt. Dat hoop ik echt niet. Want dan zijn we echt te sjaak. Van waarom? Ik snap niet Duitsland, ik snap mijn ding niet meer nu. Waarom gooien jullie de loket gewoon dicht? En van die Eurobaan kaartautomaat, maar die doen het niet. Nou ja, dan kun je ook geen kaartje kopen voor fanverkeer. Echt, dat is een typisch ding hier in Duitsland. Dus wat mooi vandaag een goedkope dagje treinreizen. Dat was nog te duur nog. Maar we zijn nog niet in Hengelo, we zijn nog maar in de Lutte. Echt maar, ik had jullie echt een leuke timeless willen maken in Duitsland. Maar ja, dat kon dus niet, omdat weer de gezeik met die tickets. Dus ik denk dat het vandaag ook de titel gaat worden. Dagje Duitsland met gezeik aan tickets. Want ja, ik kan nergens tickets kopen. En ja, en ik ben niet ingecheckt met mijn OV. Want dat is niet in Duitsland. Nou ja. Mooi goedkoop met de trein gerezen. 0 euro heen en 0 euro terug. Eigenlijk alleen maar het ritje van de bus heeft ons geld gekost. Ja, ik hoop best wel graag een treinkaartje komen. Maar ja, als de automaten dan nog niet doen en geen tiefenslui op het station is. Ja, nou houdt het gewoon op. Ja. Kijk, ik ben normaal iemand die race normaal nooit zwaarder. Dat moet je ook echt nooit doen. Dat moet je echt gewoon nooit doen. Daar ben ik ook echt geen voorstander van. Maar ja, soms moet het. Je kunt zien dat Duitsland nog gewoon echt gewoon heel erg achterloopt. Daarom ben ik blij als ze straks, maar ze zijn overuit om een overchipkaart systeem aan te leggen richting Babentime. Dan kun je straks gewoon met je weekend vrij of dat soort dingen, abonnementen, dan kun je dus naar Babentime in. En we reden in Hengelo in, dus Hengelo Oost. Dus ik kom vandaag niet langs, want ik ga gewoon via normaal Hengelo. Omdat we natuurlijk met de Berlijnen gaan, zo met de bus. Dus het lekker druk worden, dus oh ja, ze zijn natuurlijk met station Hengelo bezig. Dat komt nieuw abonnetjes hoor. Dus ik ga even ophangen en kletsen we in Hengelo gewoon nog heel even verder. Station dus, hé. Oh ja, Hengelo. We zijn weer in Nederland. Nou, dat was mijn dag van Duitsland weer voor vandaag. Nou... Ja, maar wat kan ik veel voor vertellen over tickets en zo? Nou, niks, want ik heb het gratis gedaan. En wat is hier een bouw? Het lijkt of we hier in Duitsland zijn. Jeetje. Van mijn oude Abris. Nou ja. Ik zie wel dat IC Berlijn de raampjes open heeft in het Bobbystore. Dat vind ik wel leuk. Nou ja. We gaan deze vlog afsluiten, deze Duitsland aflevering. Ik vond het echt weer leuk om weer in de Mannschaft te zijn. Een leuke treinen ook, Duitsland. Dat bent hem een leuk grensplaatje om een keer te bezoeken. En hopen straks ergens in 2021, 2022, weet niet precies wanneer. Kun je er ook met je OV-chipkaart heen. Dus als je een studentenreisproduct hebt of een weekend vrij. Kun je ook gewoon met die trein, met de Eurobaan is dat dan, hè? Dus met de Keolis Eurobaan trein.
Dus met de Kios Eurobaan trein kunt u dan tot aan Babentheim. Dat geldt zelfs ook voor de NS Abellio treinen van Arrive. Van Abellio. Kun je dat met Emmerich met de OV-tje praat. Dat is hetzelfde soort concept wat je bij Groningen en Leer hebt. En bij Aken Maastricht. Bij Arriva. En dan gaan we even wachten, want we gaan nog even met de bus terug naar huis. Dat ga ik jullie niet meer filmen, want het zal wel knetterdruk zijn, want Hengelo. Dus ik zeg bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal voor meer Duitsland video's. Ik zou graag nog een keer weer naar Duitsland heen willen. Echt een heel leuk land om treinen te spotten vooral. Ik hoop dat jullie de treinen spotten editie ook leuk vinden in Duitsland. En dan zeggen we nog één keer tjus en die nächste maal. Auf Wiedersehen. Beste kijkers, een Bauhaus ziet er, ja, vrij uniek. Ik heb nog nooit eerder gezien.